Vitamine K2, wondermiddel tegen botontkalking en aderverkalking. Goedenavond. Botontkalking is een ramp voor heel veel ouderen. En daarom is de recente vinding van de Universiteit Maastricht van levensbelang. Een bepaalde vorm van vitamine K gaat botontkalking en aderverkalking tegen. En bij ons is Kees Vermeer, biochemicus aan de Universiteit Maastricht. Welkom. Ja, het klinkt bijna alsof ik een wondermiddel sta te verkopen. Is het ook zo, een wondermiddel? Nou, we dichten er wel heel veel goede eigenschappen aan toe. En uw verzoek om een interview kwam wel heel mooi op tijd. Want er zijn de afgelopen weken echt een paar doorbraken geweest. Die nog niet gepubliceerd zijn, die wel in de pijplijn zitten. Maar u hebt hier echt een paar primeurs. En nou, die wil ik u, die ja, wil ik u want, graag want we toesteren. Wisten al, vitamine K maakt de botten sterker en gaat aderverkalking tegen. Maar wat is nou het nieuwe dan? We hebben een aantal dingen. In eerste plaats, als ik hier dat mag demonstreren met een bot. Dit is een dijbeenbot. Hij is echt, hè? Hij is heel echt. En u moet zich voorstellen, dit is de knie en dit is de heup. En zo'n heup ziet eruit, dan heb je hier een heupkop, die draait dus in het gewricht. En dit is het dijbeen. En hier heb je wat we noemen de femurhals. En dat is het zwakke punt. Want dat is het dunste punt van het bot. En als dus iemand zijn heup breekt, dan breekt hij dit ding. En wat hebben we nou gevonden? We hebben gevonden dat juist ter hoogte van dat zwakke punt wordt het bot gewoon dikker. Je ziet gewoon, je kunt het opmeten, dat het dikker wordt. En dat is jarenlang werk geweest van een trouwe medewerkster van Mario Knapen. En die heeft dat in een jarenlange studie heeft ze dat opgemeten bij vrouwen die dus veel of die wel weinig vitamine K kregen. En dan zie je gewoon, vitamine K heeft hier zijn werking. Ja, is het gewoon algemeen vitamine K? Of een speciale vorm? Het is een speciale vorm. Het is met name vitamine K2. Dat is een tweede ontdekking van ons. Je kunt niet alleen maar over vitamine K spreken. K1, dat is een vorm die gaat vooral naar de lever toe. En vitamine K2, die gaat naar de botten en naar de vaatwand. Dus het zijn dezelfde vitamines, alleen ze worden anders getransporteerd in het lichaam en bereiken dus andere doelorganen. En daarmee kom ik dan ook meteen op de vaatwand, want dat is voor ons eigenlijk dat, nog dat veel... Dat is nog een vinding die u gedaan heeft. Ja, en dat is voor ons eigenlijk veel belangrijker dan botten. Want ja, we zitten natuurlijk in het Instituut voor Hart- en Vaatziekten, dat is een groot research instituut. En daar concentreren we ons op hart- en vaatziekten. We wisten al dat vitamine K gezond was voor hart- en bloedvaten. We hadden al eens eerder laten zien dat als je een proefdier onderwerpt aan een behandeling waarbij die dus kalk in zijn vaten gaat opstapelen, gaat die verkalken. Dat zijn bepaalde behandelingen. Ja, wij mensen leven altijd zo, want we hebben altijd verkalking in onze vaten. Mm-hmm. Als je zo'n rat nou veel vitamine K geeft, dan verkalkt hij niet meer. Ik denk dat ik zo het beste dat kan laten zien. Als je het normale dieet, dat is hier, en dan zie je de kalk in de zwarte neerslag liggen in de vaten. Als je ze nou extra vitamine K geeft, dan blijven die vaten schoon. Dat wisten we al. Wat nu net geaccepteerd is door een heel belangrijk medisch tijdschrift, is de vinding dat als je nou deze ratten neemt, waar die kalk dus al prominent aanwezig is, en die geef je een hoge dosis vitamine K, dan zie je die kalk verdwijnen. Die lost op. En wat eigenlijk nog veel belangrijker was, we hebben ook de elasticiteit van die vaten gemeten. Want dat is heel belangrijk natuurlijk, die elasticiteit. Die elasticiteit die kwam weer helemaal terug. En ja, dat is gewoon wereldschokkend, vind ik. Ja, maar de hart- en vaatziekte is nog steeds een belangrijke doodsoorzaak voor veel mensen. Is dit nou ook zo? Want die mensen krijgen allerlei medicijnen voorgeschreven door hun specialist. U zegt van, dat moet je maar niet meer gebruiken, vitamine K2. Nee, dat zeg ik lekker niet. Als je ziek bent, moet je naar de dokter. Uh-huh. En als je een ziekte wilt voorkomen, dan kun je werken met vitamines. Dus aan mensen die nog niet ziek zijn, zeg ik van, je zou eigenlijk vitamine K moeten slikken. Doe ik zelf ook. Ja, maar u onderzoekt leven lang al vitamine K. Voor een arts, zeg ik, die moet afwegen, wat geef ik mijn patiënten? En daarom publiceren wij ook in medische tijdschriften dat de artsen kennis kunnen nemen van deze vinding. En die moet zelf per patiënt beslissen, wat geef ik? En waarschijnlijk zullen ze helemaal niet meteen beginnen met vitamine K. Zullen ze met andere dingen beginnen, maar ze moeten weten dat het er is. Ja, dat is misschien een rare vraag voor u. Wordt het serieus genomen? Want zo'n simpele vitamine, die zo'n groot probleem oplossen.
opgelost. Het feit dat het gepubliceerd wordt in een van de belangrijkste medische vakbladen, betekent dat het serieus genomen wordt, hè? Ja, dus wat betekent dit voor de mensen met broze botten en aderverkalking? Ik denk dat ze gebaat zijn bij het nemen van extra vitamine K, met name in de vorm van K2. En het leuke is, het is pas 2 weken geleden is het als de vorm van een pilletje, zoals hier op tafel ligt, is dat op de markt gekomen. En dat is dankzij uw onderzoek? Ja, dat zijn fabrikanten die hebben kennis genomen van het onderzoek. Mm-hmm. En die vitamine K, die speciale K2, dat noemen wij Menakinon 7. En die fabrikant heeft dat Menaq 7 genoemd. Maar mm-hmm. die hebben dat nu staan bij de drogisten, apotheken. En mensen kunnen dat daar kopen, ja. Ja, want als je naar de vitaminepreparaten in Nederland kijkt, hè, de totaalpilletjes, noem ze maar op. Ja. Je hebt ze in soorten en maten. Maar daar zit in vrijwel geen middel zit vitamine K. Dat is dan dus vitamine een groot K zie je wel. Vitamine K zie je wel in verschillende preparaten. Dat is bijna altijd, of eigenlijk altijd, vitamine K1. Mm-hmm. En ik zeg niet dat het slecht is, maar dit is gewoon veel beter. Want daarmee heb je veel duidelijker die werking zoals u dat heeft uitgelegd. Het gaat veel beter naar de doelorganen. Bovendien heeft het een veel hogere, dat noemen wij biologische halfwaardetijd. Het blijft 3 dagen lang actief in het lichaam, ja. Terwijl die K1 is na een uur is de helft alweer weg. Dat gaat heel snel weer je lichaam uit. En hoe snel heeft u dat effect, dat de aderen open gaan en de botten sterker worden? Nou, de botten sterker, daarvan zeg ik van ja, dat zal in de loop van een aantal maanden waarschijnlijk zich opbouwen. Die vaten, dat was een kwestie van een paar weken. Dus met die verkalkte beestjes was de helft van de kalk in 6 weken weg. Ja. Is dat gevaarlijk voor sommige mensen, vitamine K? Het is alleen gevaarlijk voor die mensen die bij de trombosedienst lopen en een zogenaamde orale antistollingstherapie ondergaan. Hm. Die mensen moeten het niet gebruiken, of althans alleen in overleg met hun behandelend arts. Ja. We zijn bezig met een aantal klinisch onderzoek waarbij we laten zien dat de combinatie van die medicatie van die mensen en juist dit vitamine K, dat veel beter werkt dan alleen die medicijnen die ze krijgen. De vraag is natuurlijk altijd van, heb je het nodig of niet? Hè? Dat weet je nooit. Ja. En daar bent u ook mee bezig. Ja, wij zijn bezig met het opzetten van tests. En die tests die laten een paar dingen zien. De eerste plaats kun je zien, wat is de toestand van mijn vaten? Tegenwoordig moet dat met allerlei moeilijk onderzoek in het ziekenhuis. Moet je foto's laten maken en weet ik wat. Wij hebben nu een test ontwikkeld waarbij je met 1 druppeltje bloed kunt laten zien of iemand ernstige aderverkalking heeft of niet. En een voortvloeisel van die test is ook dat je kunt laten zien of iemand vitamine K nodig heeft of niet. Of die zeg maar optimaal beschermd is, of dat hij al voldoende vitamine K binnenkrijgt uit zijn voedingsmiddelen, of dat hij gebaat is bij een extra pilletje. Nou, dat willen we dus voor de thuisdiagnostiek gaan ontwikkelen. Want dan koopt iemand niet alleen zo'n potje, maar ook een teststripje, of misschien wel eerst alleen een teststripje. En die gaat even kijken, ja, van heb ik het nodig? En dan kan die ze gaan slikken. En 2 weken later komt een thuistest, maar die is nog in ontwikkeling. Ja, daar moeten we nog een fabrikant bij vinden. Oké, goed. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Tot uw dienst. Graag gedaan. Goed, gaan we naar